Met Mali goal wordt Ali Bek naar de kant gehaald voor Ruiz. Die wissel was al net daarvoor gepland, denk ik. KV Mechelen heeft nog een klein half uur om tenminste twee goals te maken. Op basis van het eerste uur hangt dat niet in de lucht. Cordaro. Kort draaiwerk, snelle beentjes. En daar is hij dan, de 2-1. Het is Seth de Witte die er zijn hoofd tegen zet. Het was geen twee minuten na de 2-0. En eerlijk gezegd leek de wedstrijd gespeeld. En zo zie je maar wakker blijven. Ook bij Standaard achterin. Tegen een tegenstander die voor weinig doelgevaar had gezorgd tot nu toe. Het nog bijna een half uur.